dirigenten vormen de sleutel van het muziekleven. Zeker een Nederlands dirigent zou Nederlands muziek kunnen dirigeren, zou een Nederlands solist meenemen. Dus het is zaak om die scholing en ontwikkeling van jonge Nederlandse dirigenten ter hand te nemen en goed te ontwikkelen. Het speelveld van een dirigent is de hele wereld en niet alleen een land. En dat zie je in een klein land zoals Finland met 5 miljoen inwoners, wat daarvoor uitstoot aan dirigenten komt. Dat is iets wat hij veel lang recent stipte, dat al een beetje aan met solisten en die problematiek die erbij bij hoort. En daar hebben we het ook vaak over gehad. Maar daarom zou ik pleiten voor een cultuuromslag in het orkestenveld, niet alleen maar het hele orkestenveld in Nederland, om daar nu flink vaart achter te zetten, zodat daar een nieuwe wind kan waaien. En ook internationaal gezien dat kunnen. Een duidelijk verhaal. Ja. Dat is natuurlijk nu ook een beetje met Jaap van Zweden, die in Dallas in ieder geval Erik Bosgraaf meeneemt. Bijvoorbeeld. Hè? Maar Jaap van Zweden, die heeft ook op dit horen zeggen. Jaap van Zweden heb ik ook horen zeggen dat hij dus in het begin van zijn carrière niet van de directeur van orkesten de mogelijkheid kreeg om een heel programma te dirigeren. Ik weet niet of Sven dat je zo veel zegt.